Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten. En dat heeft alles te maken met de aanstaande waterschapsverkiezingen. Goos den Hartog en Willem Keuken. Namens de SGP gaan jullie die strijd weer aan als het gaat om de waterschapsverkiezingen. Goos, met jou te beginnen. Wat doe jij? Want je bent al jarenlang actief bij dat waterschap. Wat doe je daar? Ja, klopt. Ik ben Goos den Hartog. Ik ben sinds eigenlijk 1995 naar het hoge water bij Ochten. Heb ik mij namens de gemeenteraad van Echt Wetraf, wie wilde nou op die lijst gestaan voor de verkiezingen voor het waterschap. De eerste verkiezingen waren het toen. En toen heb ik voor Ongebouwd ben ik mij als kandidaat gemeld. Ongebouwd, dat is meteen al zoiets wat er staat. Ongebouwd. Ja, toen in 1995 waren het gewoon drie categorieën waar het gekozen kon worden. Je had de categorie gebouwd, dat waren mensen die een huis bezitten. En ongebouwd waren mensen die meer dan 2 hectare grond bezitten. En je had de categorie ingezeten, de gewoon alle inwoners bij elkaar. En er waren drie categorieën en daar kon je kandidaat stellen op persoonlijke titel, zonder partijachtergrond. En toen ben ik in 1995 in het polderstuk de Betuwe gekozen bij de ingezetene categorie, een fractie van 7 zetels. En eigenlijk heb ik het waterschap nooit meer losgelaten. Ik ben tussentijd nog in Echteld inderdaad en in de Betuwe actief geweest als SGP. En sinds 2013 ben ik heemraad geworden bij het waterschap Rivierenland. Wat is dat, heemraad? Een heemraad is eigenlijk een wethouder, zeg maar een wethouder met een eigen portefeuille. En dat was het eerste portefeuille voor 2 jaar. Tussentijds ben ik ingetreden als heemraad in 2013 met de portefeuille waterketen. Dus de waterzuiveringinstallaties, zeg maar, rioolzuiveringinstallaties. Mm-hmm. En we hebben ook nog een ondeugende taak in het Zuid-Hollandse deel, dat is de wegentaak. We hebben 600 kilometer wegen alleen in het Zuid-Hollandse deel. En na 15 heb ik de portefeuille waterveiligheid gekregen. Dus waar is de portefeuille met de grootste opdracht in dit riviergebied? De dijken. En ik heb de wegentaak er ook bij gehouden. En jij, Willem? Jij zit in de gemeenteraad van Neder-Betuwe, nou, ja, ook namens die SGP. Is daar een grote fractie. Die stap maken naar het waterschap, waarom? Ja, ik ben sinds een jaar of 10 al raadslid in de gemeente Neder-Betuwe. Ik heb altijd de voorliefde gehad voor water en ruimtelijke ordening. Ooit ook begonnen als kraanmachinist bij de GMB, dus ook meegewerkt aan die dijkverzwaringsprojecten. Vlievelen wat doorgeklommen naar andere taken die ik nou doe. Maar ook binnen de SGP in Neder-Betuwe volop actief met water en ruimtelijke ordening. Dus je heel veel, heel veel raakvlakken met het waterschap. Mm. Je ziet ook dat in de komende jaren we elkaar steeds meer nodig krijgen, de diverse verschillen. Dus het waterschap en de gemeente, we hebben heel veel raakvlakken met elkaar. En vanuit die hoedanigheid denk ik van nou, het is een mooie, mijn kennis en mijn opleiding is een mooie aanvulling om bij het waterschap deel te nemen. Dus ja, vanuit die hoedanigheid heb ik mij verkiesbaar gesteld. Ja, en voor alle duidelijkheid, het is niet zo dat jij dan de gemeenteraad gaat verlaten. Jullie gaat het erbij doen, ik ga het onherbiedig gezegd. Ja, ik ga het erbij doen. Ik wil gewoon raadslid blijven in de gemeente Neder-Betuwe. Ik ben daar ook, ik heb daar ook de portefeuilles binnen onze fractie als ruimtelijke ordening en economie. Dus ja, dat vult elkaar heel mooi aan. Dus we blijven gewoon raadslid in de gemeente Neder-Betuwe. Goos, het waterschap. Bij mij ja, heb ik zoiets van, wat doen ze nou? En dat zal bij 9 van de 10 mensen ook zo zijn. Hè? We weten in ieder geval 95 hoogwater. Nou, toen was het waterschap Rivierenland nadrukkelijk aanwezig. Maar ja, Wat is nou specifiek die taak van dat waterschap? Eigenlijk van alle waterschap, kun je dat vertellen? Ja, dat kan ik wel eens zeggen. En het is terecht het opmerk dat je hoeft niet te schamen dat je zegt van wat zijn nou die taken, wat doe je nou als waterschap? Want dat is heel breed nog aanwezig. Er worden zelfs nog wel eens mensen die benaderen van gaat het over drinkwater, leidingwater. Daar hebben wij dit helemaal niets mee, dat zijn andere organisaties. Maar het waterschap staat eigenlijk voor 3 hoofdkerntaken. Dat is de waterveiligheid in het gebied waar we verantwoordelijk zijn, dus de dijken, dat het rivierwater niet in het gebied inkomt. We hebben de tak watersysteembeheer, heet dat in vaktermen. Eigenlijk genoeg water in de sloten, maar ook zo snel mogelijk eruit als het eruit moet. En als het nodig is met droogte dat erin komt. En daarnaast hebben we de waterketentak, ook een andere tak. Dat is de rioolzuiveringinstallatie en het transport van afvalwater van alle plaatsen in ons weeggebied naar rioolzuiveringinstallatie om het te zuiveren. En daarna het water weer te lozen op oppervlaktewater op de rivier. Dus we hebben 3 kerntaken en daar staat het waterschap verantwoordelijk voor. En het zijn eigenlijk de hoofdtaken waar we ons beleid op afstemmen en bestuurlijk mee bezig zijn. Het waterschap Rivierenland is volgens mij de grootste, of in ieder geval één van de grootste in Nederland. Ja. Het is een gigantisch gebied, hè? Waar praten we over? Je praat over een gebied dat grenst eigenlijk van de Duitse grens bij Nijmegen, onderkant Rijn, bovenkant Maas, zeg ik altijd, helemaal naar het westen toe, tot aan de Biesbosch, tot aan Alblasserdam-Kinderdijk.
het hele gebied, eigenlijk de stroomgebiedbenadering noemen we dat in vaktermen. Het hele gebied tussen die dijken is ons werkgebied. En dat is een heel divers gebied. Dat gaat van Groesbeek van plus 10 naar plus 15 naar min 7 bij Alblasserdam. Plus alle grote rivieren die er zijn. Plus alle grote rivieren die er tussendoor stromen. Dus als er een kink in de kabel is, met hoogwater met name, dan is met name dat waterschap uitermate belangrijk. Ja, dat is even. Wij zijn in Nederland ook een beetje het dijkenwaterschap worden genoemd, omdat we ook de meeste primaire keringen beheren. En we hebben natuurlijk ook heel veel ervaring met hoogwater en met dijken en dijkenbouw. Dus we hebben wat dat betreft altijd wel de naam dijkenwaterschap. Ja, daar staan we in Nederland ook voor bekend. En we zijn ook nu weer vandaag met de nieuwe opgave, de nieuwe normering, in Nederland eigenlijk de voorloper met het hele proces van de nieuwe dijkversterking, die ook hier weer plaats gaat vinden bij Tiel. Allemaal projecten zijn uitgestippeld en in de fase van uitwerking. En we zijn gewoon de voortrekker en de voorloper. En we leren ook daarmee alle randjes van nieuwe wetgeving. En daar zitten wij middenin. Nou, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Willem, bij zo'n waterschap, daar gaat veel geld in om, hè? Gaat heel veel geld in om. Waar praten we over? We praten over een totale investeringsbegroting van 214 miljoen per jaar. Er liggen een enorme opgave als het gaat om de dijkversterkingsprojecten. Maar ook de hele klimaatadaptatie, dat vergt gewoon heel veel investeringen. Dat lijkt dus veel geld. Maar ik heb ook begrepen dat er zo'n beetje een half miljard tekort aankomt. Hè? Dus, althans, dat meldde een regionale krant. Hoe zit dat? Ja, ik wil op reageren hoor. Er is gewoon natuurlijk, wij moeten heel veel taken uitvoeren binnen een bepaald tijdspad. En dan kunnen wij dat niet doen met geld dat we ophalen bij de burgers via de waterschapsheffingen. Dus wij financieren dat voor, moeten geld lenen bij de Nederlandse Waterschapbank. En, is dat een rijke club? Daar zit heel veel geld in en daar zijn alle waterschappen lenen ook daar hun geld weer uit. Maar ook meerdere overheidsorganisaties halen geld uit de waterschapbank. Er zijn ook aandeelhouders ervan trouwens, maken trouwens nog winst ook nog. Dus we krijgen ook dividend. Maar aan de andere kant wordt daar geld voor geleend om die taken te financieren. Dat is niet erg. Want de gelden komen automatisch binnen via de gelden van het Rijk, die daar ook weer voor beschikbaar zijn, ook voor die dijkversterking. Een klein deel, zoals dijkversterking tegenwoordig, de nieuwe ronde, is 100% van de kosten waar er voorheen werden vergoed door het Rijk. Mm-hmm. Na het bestuursakkoord 2011, er wordt afgesproken met de waterschap en het Rijk, 10% van de dijkversterkingskosten moet het waterschap in zijn eigen gebied zelf ophoesten. Dat is nieuw, dat is een nieuwe ronde, dat geeft ook dat we extra financiering nodig hebben. Maar ja, de waterveiligheid gaat voor alles. Het kost geld, maar het geld komt ook op termijn gewoon weer binnen. Maar goed, dat tekort van die half miljard, ik bedoel, als je het niet hebt, kun je het ook niet uitgeven. Nee, we hebben geen tekort van een half miljard, dat is een verkeerd begrip. We hebben financiering nodig voor al die grote projecten te financieren. Daarvoor lenen we geld. Dus dan hebben we een schuld bij de waterschapbank bijvoorbeeld, daar betalen we rente over. En als je de totaal schuld van nu is ongeveer rond de 300 miljoen wat we uit hebben staan, is ook een afspraak met het algemeen bestuur unaniem aangenomen toen dat we rond die 300% als schuldpositie van onze begroting zouden hebben. Nou, daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet naartoe, 250%. We groeien naar 320. Nou, dat betekent eigenlijk dat we binnen die grenzen van de afspraak met het algemeen bestuur blijven. En dat zal de komende jaren nodig zijn om ons werk te financieren. Ja, logisch. De weerstandsratio klopt? Die klopt helemaal. Dus er is eigenlijk gezond. Helemaal niks aan de hand. We zitten in landelijk met de waterschap, met de benchmark zitten we ongeveer middenin. Hartstikke gezond. Nou, mooi. Projecten specifiek voor het rivierengebied. Kun je daar wat over vertellen? Nou, zeker. Een mooi voorbeeld is eigenlijk een project wat is gebeurd in de afgelopen jaren. Een paar jaar terug kregen we in bijvoorbeeld het dorpje op Heuzen te maken met behoorlijk wat wateroverlast. Ja. Door die hele klimaatverandering. Mm-hmm. Heftige regenbuien in de zomer. Ja, straten blank stonden. Straten blank stonden, mensen die water in hun huis hadden, een hele hoop ellende. Nou ja, die gemeente, of die mensen die kwamen uiteindelijk bij de gemeente terecht uiteraard en er moesten oplossingen voor komen. En we hebben als gemeente hebben gekeken van nou, waar liggen die oplossingen? We hebben de riolen aangepast, we hebben de afvloeiing naar het algemeen water, dus in het buitengebied gewoon vergroot, de afvoercapaciteit vergroot. Maar vervolgens hadden we ook het waterschap nodig om uiteindelijk al het water wat we af moeten voeren vanuit die dorpen op de Lingen te kunnen lozen. Ja. Nou, de waterschap heeft de stuwen aangepast in de Lingen. Ja. En daardoor hebben we een halve meter extra meer buffercapaciteit in de Lingen. Waardoor we eigenlijk die extra capaciteit creëren die we nodig hebben om dat water in die dorpen kwijt te raken. Het gevolg is dus droge voeten in op Heusden. Droge voeten in op Heusden. Kijk, en dat is wat ik ook net zei van die samenwerking tussen gemeente en waterschappen. Nou, dat wordt alleen maar belangrijker. En dat moet ook beter. Dat moet beter. Want ik heb het idee dat zo'n waterschap
een beetje op afstand staat, hè, van gemeenten? Of is dat niet zo? Dat is terecht opgemerkt. Voorheen was het waterschap een beetje een soort bastion. Die deed zijn ding en eigenlijk was daar lekker wel of dat zijn eigen gang ging. Dat was misschien het verleden ook wel zo. Ik praat vanuit de praktijk van vandaag en de afgelopen jaren als bestuurder. Dan merken we gewoon dat we in het kader van we hebben een omgevingswet komt eraan. Die zegt iets over hoe overheden moeten samenwerken. En ook met de burgers samen moeten werken bij allerlei projecten die ons raken met z'n allen. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld even hier, kijk even naar Stad Tiel hier bijvoorbeeld. Hè? Het dijkvak Stad Tiel. De Fluvia dijk kennen we bij het terrein hier links bij de Amstelijn. Dat is een prachtig voorbeeld hoe en de provincie en Rijkswaterstaat en het waterschap en de gemeente Tiel met z'n vieren dat project een basis gaven om het uit te voeren. Zelfs het waterschap gaf een 500.000 beschikbaar zonder dat ze er nog geld voor hadden. We hadden nog geen versterkingsopgave daar om het project in gang te zetten, zodat het gerealiseerd kan worden in belang van die vier partijen en de gemeente Tiel en de burgers. En dat is gerealiseerd. En je zult echt de toekomst zal alleen maar kunnen met al dit soort grote integrale infrastructurele projecten, dat we samen met z'n allen en de betrokken partijen, gemeente en de burgers en de provincie moeten kijken of we dit op de kaart zetten gezamenlijk om integraal de projecten te runnen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden en de overlast in een steeds dichter bevolkte gebied, ook waar hier met de dijken te maken hebben, ook met andere projecten, die hebben we gewoon nodig om de overlast te beperken. En ik vind het een hele mooie momentum, want ik merk eigenlijk gewoon dat we als waterschap, ook in dit gebied, steeds beter bij de burgers gewoon bekend worden, ook hierdoor. Ze kunnen hun inbreng op tijd leveren. En ik kan zeggen van, waarom horen we af en toe eens een keer wat van het waterschap, met name rondom verkiezingen en daarna in tussentijd niet. En dat is, daar ben ik met je eens. Daar zitten, we hebben ook een communicatieafdeling. We hebben ook dat op ons bestuursprogramma staan van 15 en 19. Zal met de volledige komende college onderhandeling best een plek krijgen. Het gaat wel ergens over. Het gaat ergens over. Ja. Het raakt ons allemaal. Het gaat het wonen en leven en werken in dit gebied. Dat staat, dat valt aan met die veilige dijken. Maar ook B, wat we steeds meer zien, ook hier in Tiel, steeds meer neerslag in korte tijd. Grote periodes van droogtes, waardoor er water binnen moet komen op de juiste momenten om de agrariërs en alle betrokken voldoende water in hun gebied te krijgen. Nou, en daar hebben we elkaar heel hard voor nodig. En kijk hier bijvoorbeeld prachtig wat we hier voor een paar jaar geleden gerealiseerd hebben in Tiel. Het waterplein in Tiel, bij het vijverterrein daar in die bebouwde omgeving. Dan zie je prachtige samenhang en waterbergen creëren en een speelplaats, waardoor bij veel neerslag in ieder geval de mensen geen water in huis hebben. En die samenhang die zal veel harder nodig zijn over de komende periode weer en de jaren daarna om het hoofd te kunnen bieden aan die extreme dingen die met het klimaat te maken hebben, of in ieder geval die ons overkomen. Oftewel, ook voor het waterschap, als het gaat om communicatie, zijn er nog stappen te maken. Absoluut. Even een vraag. Ja. Misschien dat je er iets over kunt vertellen, maar ik heb ergens zijdelings vernomen dat men bezig is in Ochten om daar een beweegbare dijk neer te leggen. Weet je er iets van? Ja, daar weet ik alles van. Het is mijn portefeuille en een beweegbare dijk. Dat is eigenlijk vanuit de bewoners eigenlijk opgekomen. De dijk rondom de kern Ochten heen, die zal omhoog moeten. En het omhoog moeten betekent wat ook voor de aanwonenden die tegen die dijk aanwonen. Praat je dan over een halve meter, een meter? 70 tot 90 centimeter. Dat is flink. Volgens de huidige berekeningen. En dan is het gewoon sowieso mooi in die voorverkenning, want we zijn eigenlijk in de voorverkenningsfase met het project, dat de bewoners eigenlijk aangeven, is er niet een andere oplossing te bedenken? Want wij verliezen ons uitzicht en de verbinding met die Waal wordt minder. En dat is eigenlijk een van de dingen die ook steeds bij de hele Waaldijk naar voren. We willen meer verbonden weer worden met de rivier. De dijk moet geen hindernis zijn, niet een muur. Ja, precies. Nou, en dan hebben we gekeken, wat zijn de oplossingsmogelijkheden? Nou, dan gaan we alle facetten die mogelijk zijn om daar technisch te doen. Dus ga je dit doen? Ja, dan gaan we dus kijken, is het haalbaar? En is het betaalbaar? En is het inpasbaar in de techniek van die dijk die daar komt te liggen? Wanneer komt daar duidelijkheid over? Volgens mij hebben we met de werkgroep, met de wethouder van de gemeente Neder-Betuwe en de bewoners afgesproken dat we dit najaar, we hebben de ondernemer die dingen kan maken, die beweegbare kering, we zijn er voorbeelden van het land, we hebben wel hier op het kantoor gehad met de bewoners erbij. En we hebben met dit najaar hebben we een soortement scenario-uitwerking of het überhaupt technisch ook kan in dat dijkvak. Los van het feit of het dan ook haalbaar en betaalbaar wordt, want zijn pas stappen verder. Wel nieuws. Ja, wel nieuws. En dat vind ik ook wel mooi omdat je het vraagt. Want dit geeft een beetje aan dat we als waterschap niet meer komen met een tekening van hier moet die dijk komen, je woont daar, je hebt pech. En zo gaat het worden. We proberen te participeren in die omgeving met de bewoners en alle partijen. Willem, ook in zijn waterschap zijn alle partijen vertegenwoordigd. Hè? CDA, VVD, SGP, noem ze allemaal maar op.
Maar waar, zit nou de, waar kun je dan zeg maar het verschil maken als partij zijn? Dat is toch eigenlijk helemaal niet aan de orde. Je moet het met elkaar doen, of hoe zit dat? Je moet het met elkaar doen. En inderdaad, het is uiteindelijk niet zo dat er een verschil zit in groen water of in oranje water of iets dergelijks. Nee, ik bedoel, hoe laat je het verhaal normen en waarden van de SGP, hè, als we het zo mogen omschrijven, hoe laat je dat doorklinken in dijken, het bouwen van dijken? Ja, niet. Nou, niet. En allereerst is het natuurlijk, wat je ziet, het verschil ten aanzien van de gemeente, is dat de waterschap echt gewoon een duidelijke doelstelling met elkaar hebben. En dus bieden van die waterveiligheid en het watersysteem op peil houden. Dat is een gezamenlijk doel. In de gemeente heb je veel meer beleidsvelden. Kun je veel meer politieke accenten leggen. Mm. En bij de waterschap is het een gezamenlijk doel. Dus uiteindelijk zie je in de rand dingen, zaken, dat partijen wat accenten kunnen leggen. Ja, ja. Mm. Maar veel minder als in de gemeentelijke politiek of landelijk of provinciaal. Goos, jullie gaan ervoor om 40.000 stemmen binnen te halen. En wat zou dat voor jullie betekenen? Nou, we hebben nu met de laatste verkiezingen hadden we 30.000 stemmen gehaald. En daar hebben we ruim 2 zetels mee gehaald. We vormen een fractie samen met de ChristenUnie trouwens. En we trekken wel gescheiden op in de verkiezingen. Is na de verkiezingen ook weer de bedoeling dat we met elkaar een fractie gaan vormen. Nou, het zou mooi zijn als we dus die 40.000 stemmen kunnen halen. Dat zou een fraaie score zijn, want dan zouden we de derde zetel kunnen pakken. En dat zou voor ons als fractie prettig zijn, gezien de enorme opgave die de komende jaren door het waterschap bestuurlijk ook langskomt. Dat zou wat verlichting voor wat werk geven bij de verschillende commissies en onderdelen ervan. Dus ik hoop dat we dat kunnen realiseren. En misschien wel leuk om even aan te haken wat je net vraagt aan Willem. Wij als SGP hebben natuurlijk vanuit de Bijbel redeneerd, zeggen we, bouwen en bewaren van onze schepping, hetgeen wat we buiten zien en wat ons bezighoudt in de leefomgeving. Dat is ook een mooi als je het ziet. Dat hebben wij vanuit een christelijke invalshoek. Maar ik zie ook het bouwen en bewaren terug bij heel veel partijen vanuit een hele andere invalshoek. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Water Natuurlijk, die beredeneert vanuit zijn achtergrond, vanuit meer klimaat, natuurontwikkeling. En hebben heel veel raakvlakken met elkaar. En dan kun je elkaar soms gewoon heel goed vinden op die onderdelen. Die programma's trouwens, waar zijn ze precies te vinden als je het hebt over zulke accenten? Waar kunnen mensen, inwoners en mensen die nu kijken, dat terugvinden? Ja, we hebben een prachtig verkiezingsprogramma in elkaar gezet. En die kunnen ze vinden via de website van sgprivierenland.nl. Mm-hmm. Daarin hebben we niet alleen het verkiezingsprogramma, maar ook de speerpunten extra belicht. Video's opgenomen met van allerlei speerpunten die we als partij de komende jaren aan het voetlicht willen leggen. Dus wat dat betreft, via de website kunnen ze alle informatie van ons krijgen. Oké, nou tot slot, Goos. Je krijgt 30 seconden zendtijd. Laten we schek doen. Waarom zou ik moeten stemmen op de SGP als het gaat om het waterschap? Nou, ik denk dat wij als SGP een partij zijn die staat voor alle inwoners uit het gebied te zorgen dat onze taken, waterschappelijke taken, op een goede manier plaatsvinden binnen bepaalde financiële kaders. En die financiële kaders vind ik heel belangrijk om te noemen. Omdat we proberen, ook de afgelopen periode is toch aardig gelukt, de kostenstijging te maximaliseren op 3% was de afgelopen bestuursperiode, waar 1,5% inflatie in zat. En tevens staan wij voor een collegiaal bestuur, zo zijn we ook bekend in ons optreden binnen het bestuur van het waterschap. En we zijn een partij met een achtergrond die denk ik voor iedereen raakt, of je nou christelijk bent of niet. We gaan voor een leefomgeving die wij moeten bewaren en bebouwen voor onze toekomstige generatie. Dat betekent A, dat het veilig moet blijven met goede dijken. B, dat het leefbaar moet blijven voor de bewoners, maar ook voor de bedrijven in het gebied, ook de agrarische sector in het gebied. En C, denk ik dat het goed is dat we het belang ook van de natuur en de waardes van de natuur met elkaar proberen in stand te houden die ook aanwezig zijn. En daar staan we als waterschap, als SGP-partij, echt voor. Nou, waarvan akte. Heren, ik ga jullie veel succes wensen en zullen we afspreken dat we na de verkiezingen elkaar nog eens een keer treffen hier aan tafel? Ja, zeker. Ik vond het heel prettig, we zoeken elkaar zeker op. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.